Hey, goedendag. Tussenhoog Anke trekt vandaag over die Alpen en zorgt op de meeste plaatsen voor heel veel zon. En toch nog wel vrij aangename temperaturen in dat zonnetje. Want als die zon hier weggaat, dan is het meteen ijskoud. Op dit moment luchttemperatuur, ik heb net nog even gekeken, hier op Rosvalt op 1800 meter, min 6 graden. Maar prima vertoeven. Ja, hoe gaat het verder? Als ik naar die westelijke Alpen kijk en die noordelijke Alpen, die Aletsch Arena, dan zie ik daar al hogere bewolking aankomen. En die hogere bewolking is de voorste begrenzing van bewolking die behoort bij een warmtefront. En dat warmtefront, dat gaat in de loop van de nacht, morgen en woensdag, voor wat meer bewolking zorgen. Daarna volgt het koufront, dat zal in de nacht zijn of in de avond van dinsdag op woensdag, woensdagnacht, en dan volgt weer die koude lucht. Dus zo erg is dat warmtefront niet. Het verpietert ook nog eens, het is zwak, dus veel neerslag wordt er niet verwacht. Het is echt een beetje bij elkaar sprokkelen. Dat geldt ook voor de komende dagen. Wat wel even een aandachtspunt voor morgen met name is, voordat het koufront erin komt, wordt er tijdelijk nog wat zachtere lucht aangezogen vanuit het zuidwesten. En met een beetje föhn, een beetje zuidoverdruk, kan die sneeuwvalgrens even gaan stijgen tot pak een beetje zo'n 1000 meter. En dat geldt met name aan die noordkant. Die zuidkant en die inneralpine gebieden die liggen wat beschut. Daar heeft zich inmiddels weer een heel mooi koude reservoir opgebouwd. Dus daar sneeuwt het gewoon tot in het dal. Geen enkel probleem. Ja, dan die meest koude lucht, die komt er vanaf donderdag in. Donderdag, vrijdag, zaterdag, ijzig koud, vooral hogerop. Af en toe wat sneeuw, dan weer wat sneeuwbuien. Waar dat precies gaat vallen, ik zou zeggen, kijk naar buiten. Of kijk op de radar, of kijk op de site bij ons. En dan, hoe gaat het verder? We hebben nu al diverse keren in het weekend koude invallen gehad. En het is al in november vroeg winters geworden, vooral in die bergen. En het ziet er naar uit dat na een wat tijdelijke wat verzachting, niks dramatisch, het toch weer kouder gaat worden. En dat heeft te maken met een volgend lage drukgebied dat vanuit het hoge noorden helemaal tot in Scandinavië gaat trekken. En op het moment dat dat gaat gebeuren, dan gaat die hoge drukblokkade even afzwakken, die wordt afgevlakt en dan kan er wat minder koude lucht binnen gaan stromen, omdat die koude noordelijke stroming eruit gaat. Maar zodra dat lage drukgebied, die koude vortex noem ik het maar weer even, boven Scandinavië is aangekomen, dan draait die stroming gewoon weer naar het zuiden, naar het noorden. En dan wordt het opnieuw kouder. Dus die winter, die is heel voortvarend van start gegaan en die zal voorlopig ook blijven. Ik zou zeggen een hele fijne dag vanuit de Oberwallische Alpen. Blijf volgen en graag weer tot morgen. Ciao.